Vandaag, 65 jaar geleden, liet Amerika een allesverwoestende atoombom vallen op het Japanse Hiroshima. Drie dagen later volgde Nagasaki. Japan capituleerde, de Tweede Wereldoorlog was voorbij. Een Nederlander was als Japanse krijgsgevangene in Nagasaki toen die bom viel. Hij overleefde de ramp. Ronald Scholte is nu 86 jaar en hij weet nog alles van wat hij de zwartste dag uit zijn leven noemt. Tijdens de Tweede Wereldoorlog dient hij het leger van Nederlands-Indië en wordt door de Japanners gevangen genomen. Hij belandt in Nagasaki voor fabriekswerk en dan nadert ineens een vliegtuig. Toen hoorde ik iemand buiten roepen van een parachute. Nou, en toen dacht ik, wat is dat nou weer? Maar, en toen bleek er schimmelijk dat daar die bom aan zat. Maar dat wist ik allemaal niet, dat heb ik niet gezien. Toen klapte de hele zaak in elkaar. Dat moment ging zo snel, dat was namelijk dus eerst die flits en toen die, die dreun. En dan lag ik in de tunnel. En toen ik buiten kwam, toen kwam de zon door, door die, door die, ja, wat is het, die paddenstoel. En alles was vlak in de grond. De enige wat overeind stond, waren de schoorstenen van de fabriek. Die stonden als vingers omhoog geweest, ze allemaal uh, omhoog. Die tunnel die hij aan het graven was om te schuilen voor bombardementen, is zijn redding. Vele anderen overleven de ramp niet. Vandaag, precies 65 jaar geleden, valt de atoombom op Hiroshima... en vallen 140.000 doden. Drie dagen later valt op Nagasaki de tweede atoombom. 39.000 mensen overleven het niet. Pas een paar dagen later dringt tot school te door wat de bom heeft aangericht. Hij moet van de Japanners lichamen bergen in Nagasaki. Je ziet geen mensen meer, je ziet delen van mensen. Dan zie je een been uitsteken naar de puinhoop... en, en dat lichaam was verkoold. Weet veel, veel waren verkoold en heel veel waren al helemaal gecremeerd door die, door die enorme hitte. In Japan wordt hij nu bewonderd. Iedereen daar wil alles van hem weten. Dat merkte hij toen hij Nagasaki een krans legde. Ook kwamen tientallen studenten uit Tokio speciaal voor hem naar Nederland. En hij vertelt zijn verhaal steeds zonder emotioneel te worden. Want Scholte heeft nooit geuit hoe hij zich echt voelt. Je ziet bij mij geen emotie aan mijn gezicht, maar ik heb het wel. Maar ik, ik lach altijd erbij. Dat er is echt een, een Indonesische kwaal. Bij de grootste ramp lachten de Indonesiërs. Maar als, je in uw, als ik in uw hart kijk. Nou, dan bloedt die. Maar dat laat ik nooit zien. Want ook al is het 65 jaar geleden. Ronald Scholte raakt de beelden nooit meer kwijt.